Het is bijna al zover. Seizoen 7 gaat zeer binnenkort beginnen. Dus wij dachten, we gaan net als in seizoen 5, toen naar seizoen 6. Toen hebben we gereageerd op trailers. Dat gaan we nu weer doen. Het zijn wel fanmade trailers. Ik heb ook even de trailer van vorig jaar erbij gepakt. Er was een soort van announcement trailer van dezelfde tijd. Volgens mij seizoen 2, weet ik niet 100% zeker. Daar gaan we ook even naar kijken. En als je nu al super tof bent, drop even een like. Ga ook eventjes kijken naar onze merchandise. Hij is vandaag en morgen nog beschikbaar. Dit is de Glow in the Dark Hoodie. En gebruik de kortingscode op alles. Dat is 15% en dat is BF2018. Ben je er klaar voor, Matthijs? Sowieso. Laten we eerst eventjes dus de trailer kijken van vorig jaar. En deze is wel officieel. Dus ja. Let's Hij go, is heel denk kort, ik. Dus we gaan eventjes stil zijn en gewoon kijken. Let's go. Yep. Alright. Oh shit, de egg launcher. Alright. Dat is wel vette trailer, eerlijk. There we go. Holy crap. We zagen natuurlijk de enorme kerstsfeer en zo. Dat gaat dit jaar natuurlijk nog veel groter uitpakken. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wat fan-made trailers. Yes. Oh, maar ik wil even wat dingen uitlichten ook in deze trailer. Want je ziet hier natuurlijk de egg launcher. Ja, die gaat sowieso die ook aanpassen. Die gaat nu sowieso hetzelfde worden. Ja, ik denk het ook. Want dat zagen we ook bij de Fortnite-mers. Zagen we ook dat de RPG weer terug was gekomen. Dus waarom dit keer... Ja, niet sowieso. Deze ook. Sowieso weet je wel? Terug gaat komen. En deze kerstboom gaat terugkomen. En deze bosjes gaan terugkomen. Ja, zijn dan van die details waar we even op kunnen letten. Zo ziet het er dus uit straks. En dit is volgens mij bij Tomato Temple, weet je wel. Die tunnel hieronder. Daar staat hij op. Ja, denk je dat het er zo uit gaat zien? Nou, het zal niet precies hetzelfde uitzien. Maar ik denk dat die bomen wel weer kerstbomen zullen worden. Die bomen zullen heus wel weer kerstboom worden. Maar ik hoop eerlijk gezegd en die sneeuw. Die skin gaat... Sneeuw. Ja, ook. Ja, dat is eigenlijk het grootste dingetje. Ja, precies. En dan even kijken. Deze skin natuurlijk terug gaat komen. Die sneeuwbal die je eruit schiet. Dat heel grappig is. Kijk dan. Ja, sowieso. En dan deze skin die gaat natuurlijk ook terugkomen. Met natuurlijk de Candy Cane. Of de Candy Crush, hoe heet die of zo? Candy Crush. Candy Crush, ja. Candy Cane. Ik weet het niet. Candy Crush is natuurlijk een mobiele game. Yeah. Hartstikke vet. Het is een hele korte trailer. Yes. Laten we nu even doorgaan naar dus wat fanmade trailers. Dit zijn dus niet officiële trailers. Soms wat langdradig, maar dan gaan we dus of knippen of we gaan er overheen praten. Maar we hebben nu wel een leuke. Dit is een Duitse trailer, dus sommige dingetjes zullen Duits zijn, maar proberen te vertalen voor jullie. Weet je wat? We gaan gewoon kijken naar deze eerste trailer. Let's go. Oeh. 14 taken voor. Ja, dat is Duits voor 14 dagen geleden, volgens mij. Ja, jij niet, wil je zeggen. 1 jaar. Ja, jij hebt ook Duits wel. Oh shit, daar is geland. Oeh, ja, de aim skin, ja, daar geland. Die focus die is sowieso goed hoor. Oh, kijk dit. Ja, even die inzoom natuurlijk op. Dus natuurlijk de sneeuwstorm die eraan zit te komen. Ja. En dan hebben we hier de Merry Marauder volgens mij. Ja, dat is de Merry Marauder. En hij gaat naar de basement. Gaat er nog wat gebeuren misschien? Misschien gaat er nog wat gebeuren. Beneden in de bunker. Wat zit daar? Oh shit. Control center. Oh. Hij moet misschien een alarm af laten gaan. Wedder, hij gaat dat doen. Oh, daar hebben we gelijk ook. Hij gaat een weeralarm afzetten. Wow. Eerlijk, denk je niet dat dit weer gaat gebeuren? Iets met de tv's dan? Ja, het zal dan? Wel dik zijn. Het zal wel echt dik zijn als dat weer zou gaan gebeuren. Ja, dat je op de tv's misschien de storm aan ziet komen. Oh shit. Oh nee, je gaat sowieso wat mee gebeuren. Kan niet anders. Oh, wat de fuck? Je hebt deze trailer gewoon gemaakt. Ja, ik heb hem gewoon gemaakt. Wow, wat gebeurt er allemaal? Oh, hij klapt. Ik zal maar snel wegrennen, jongen. Daar komt een tornado aan en... Wat gaat er dan gebeuren? Nee, ja, alles black. Screen. Was dit hem? Nee, ik wou zeggen. Dit is volgens mij letterlijk gewoon van... Dit is officieel volgens mij. Heeft hij gewoon een stukje gepakt. Oh, volgens mij ook. Dit ziet er zo goed uit, dit. Ja, 100%. Volgens mij ken ik dit stukje ook nog wel. Ziet er wel vet uit, wat hoor. Hij hiermee bedoelt... Maar zo moet het er wel uitkomen te zien, eerlijk. Wat hij hiermee bedoelt is dat die storm inderdaad al voor sneeuw gaat zorgen. Dit is van Save the World. Volgens mij was het daar. Happy holidays from the Fortnite team. Ah, lief. Dat is gewoon letterlijk een stukje van Save the World. En dat is de Battle Bus. Hey! Sick. Heel erg vet. Heel erg leuk gemaakt, jongens. Volgens mij was dat het ook. Ja, dat was hem. Ja, hier. Fortnite Season 7 trailer. Heel erg vet. Dit was de eerste trailer die we voor jullie hadden. Ik vond hem super vet gemaakt. Ik ook. Als we een cijfer moeten geven? Een 2.
Oké. Van de twee. Oh ja, oké. Okay. Jij? Ja, ook wel een twee dan. Oké, okay. Nou super nice. Gaan we door naar de volgende. Oké, okay, nou, om even serieus te zijn, een acht. Een acht, acht, ja, zeker ik weten. Ik ook zoiets. Laten we doorgaan naar de volgende. Yes. Oké, dan zijn we dus bij de tweede fanmade trailer. En deze trailer is niet echt het concept van kerst. Ik wil niet te veel spoilen. Dit is iets meer in een andere invalshoek bekeken. Ja, inderdaad. Dit moet eigenlijk op de nacht van season 6 naar season 7 gebeuren. Klopt. Dus laten we gaan kijken. Voor de mensen die niet tegen enge dingen kunnen. Als je niet kan, ja, nou, het valt wel mee. Het valt wel mee, inderdaad. Alright. Oh, shit. Oh, de film gaat starten. Hij gaat starten, zoals Shadow by the Gate gemaakt heeft. Absolutely. Fortnite, World Reborn. Oh, damn. Ze kijken richting de storm volgens mij. Unemployed is at 1%. Oh, shit. Oeh, de Reaper, de wolken. Ah, wat lief. Dus echt, crime is het, oké. Dat is iets met... Er is geen crime. Because one hele year. Oh, shit. Oh, één nacht per jaar mag je alles doen wat je wil. Hier zijn ook films van natuurlijk. Ja. Damn. Tot nu heb je daar ook sounds van gepakt. Ja, dit is die Purge of zo. Ja. Holy shit. Maar dit is wel echt heel vet bedacht. Ja, ze mogen dus één nacht mogen ze iedereen killen en dat soort dingen. Ze mogen alles doen. Je kunt gewoon niet opgepakt worden. Klopt. Dus wat gaan ze doen? Vet dat ze John Wick er ook bij hebben betrokken. Ja. Dat is wel het karakter in deze game. Ja, dat sowieso. Sowieso. Er is een emergency. Oh shit. Alles, oké, dus je mag alles doen zo. Ja, het gaat zo meteen van start. Uh-oh. Oh, gaat hij aanbellen? Oh, ik zag een muis in het beeld net voorbij komen. Dat is sowieso... Oh, dat ben ik. Nee, dit is van hem. Ja, dat is van hem. Ja. Ja. Dat is gewoon een foutje in de edit, denk ik. Een foutje in editing. Uh-oh. Go, oh, pak hem. Damn. Kom, mensen. No, de deur gaat dicht. Oh, net op tijd. Net op tijd. Hij moest huilen. Oh, damn. Ze zijn nog samen. Oh, shit. And Fortnite in my feelings. Oh. Wow, camerabeelden. Uh-oh. Een groepje gaat hem proberen te killen, denk ik. Oh, crap. Oh, damn, dat is creepy. Dat is heel creepy. Ja. Oh, shit. Lijkt, ik kan net een film. Oh, de clown. Oh, die is creepy. Oh, deze. Oh, deze winter. What the fuck. Oh, damn. Oh, shit. Ja, dat is wel lekker gedaan. Oh, die hype bomb is zo random. Ja. Hij werd weggesleept. Het is echt een horrorfilm dit. Ja, joh, dit is echt een horrorfilm. Ik vind de invalshoek wel grappig. Oh, dit is hij weer. Oh, shit. Oh, oh shit. Dat was het einde. Damn. Dat was hem alweer. Hoe creepy. Wat als dit gebeurt op de nacht van seizoen 7 naar seizoen... Of seizoen 6 naar seizoen 7. Dat het zou wel echt dik zijn. Dat zou creepy zijn, maar... Het is gebaseerd op niks. Inderdaad, het is gebaseerd op... Hij is geïnspireerd door een film natuurlijk. Dit is gewoon een vette trailer. Het is echt een hele vette trailer. Maar ja, om het echt een seizoen 7 trailer zeg maar, te noemen, zeg maar, voor echt het nieuwe seizoen. Het, ja, is, meer, het is meer wanneer seizoen 6 naar seizoen 7 gaat, zeg maar. Ja. Dus hij past zeker weten in de video. In de video die we nu maken. Maar damn, als je een cijfer moet geven, wat zou je geven? Een 2. Alweer een 2? Hmm. Nee, ja, weet je, voor het maken een 9, maar voor het seizoen 7 trailer idee een 6. Ja, ja, ik zelfs een onvoldoende, want dit gaat never nooit gebeuren natuurlijk. Maar dus, dat is een 3, maar hoe die hem heeft gemaakt, echt inderdaad wat je zegt, een 9. That's super for sure. Laten we doorgaan. Zes. Ja, laten we doorgaan naar de volgende Let's trailer. Go. Alright, we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste trailer die we voor jullie hebben. Yep. En ik denk dat deze ook wel heel erg vet kan zijn. Ik denk dat we niet te veel moeten lullen en er gewoon direct in moeten gaan. Let's ja, precies. Go. Let's go. Finn Wastaken heeft hem gemaakt. Dankjewel. Shout out naar jou. Sowieso. Finn. Hij wilde Finn heten, maar die was dus al bezet. Ja, was taken. Dus. Volgens mij is het zo'n trailer... Mooie overgang dit. Ja, maar volgens mij was het zo'n trailer die hele lange cutscenes heeft. Dat duurt heel lang allemaal. Ah, dat maakt niet uit. Darkness Rose. Dus ja, darkness inderdaad, is dat is al geweest natuurlijk. Dat probeert hij hiermee te vertellen. Oh shit. Oeh. En dan get ready. Get ready. Waarschijnlijk voor het volgende ding. En hij kijkt denk ik richting de storm. Ja. To bundle up. Oh shit. Dit is van de seizoen 6 trailer. Stukje gepakt. Ja, sowieso. Hier de tier 1 skin. Vette skin voor een tier 1 trouwens. Mm-hmm. Till the Towers.
is nog steeds niet rebuilded. Kapot gegaan door Kevin. Er gaat Kevin. Wel wat mee gebeuren natuurlijk. En wat zien we hier? Ja, de parachute, denk ik. Oh, dat gaat hij laten zien. Oh, nee, die zag er waarschijnlijk... Oh, de storm. Je zag de storm. Oh, shit. Oh, risky. Oh, dat is oudere risky. Ja, zag je dat nog? Ja, ja, het bord was kapot. De boot gaat nog komen. Oh, winter! Hoe vet is dit, joh? De sneeuwstorm is begonnen. Winter is coming. Wel vet gemaakt. Nou, het is niet Game of Thrones, maar... Het is wel echt vet gemaakt, eerlijk is eerlijk. Het is heel erg gaaf gemaakt. Damn. Shout out, het was niet een heel lange trailer. Nee, nee. Maar dit is wel echt zo'n trailer voor seizoen 7. Dus met die reden pakt die puntjes. Dus ik denk, ja, ik denk dat deze wel een 7 krijgt van mij. Ik vond de eerste trailer beter. Ja. Maar alsnog een ruime voldoende een 7 van damn. Wat was dik. Dit een vette trailer, zeg. Oh, super dik. Hij was echt heel erg vet. Ja, ik geef hem ook zoiets. Een 2. Nee, vette trailer. Sowieso vet idee. Had wel langer gemogen, maar sowieso hartstikke vet. Jongens, dit waren alle trailers die we voor jullie hadden. Als jullie deze video nou heel erg tof vonden en als jullie meer seizoen 7 video's willen, drop even die like. Check sowieso even shop.veelvraag.nl met onze kortingscode. Die is heel erg belangrijk dat je die kortingscode gaat gebruiken. Want anders heb je kortweg geen 15% korting. En je kan hem dus gebruiken tot en met morgen. En daarna is Black Friday officieel compleet afgelopen. Yes, en de kortingscode is BF2018. En je kunt ook deze hoodies tot en met morgen bestellen. Glow tot en met morgen. Ze gaan morgen echt hard. Gaan ze uit de store. Dus oh ja. Shit. Dus wees er snel bij en bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, like op deze video. Klik op de video's hieronder. Gebruik onze support. Creëer de code te veel gevraagd. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out.